Dat de Zwollenaar in staat zijn tot een stunt in de Amstelcup, dat bewees de ploeg vorig jaar door in Tilburg Willem II uit te schakelen. En Ajax moest er toen aan te pas komen om de Zwolse opmars te stuiten. In de competitie wist Cambuur Leeuwarden dit seizoen thuis en ook uit nog niet te winnen. Cambuur Zwolle met commentaar van Leo Oldenburger. Mosgaard, de Roo namens Cambuur en Nelissen. Lossen naar Tuuteru. Heel voorzichtig begin van beide teams. Zit alweer in de 12e minuut. En voor Zwolle is dat erg logisch dat ze Kampjes aan beginnen. Slot. Goed gekaatst. Bosgaard. Derksen terug naar Bosgaard. Die kan doorlopen. Bosgaard met een goede kans voor Zwolle. En de redding is van Wim Dron. En dan Bosgaard die de pech heeft dat hij dezelfde bal als laatste raakt. En er dus niets meer bij krijgt. Geen herkansing. De kans was er van Bosgaard aan vloeiend lopende aanval van Zwolle. Schol. Lossen. Van der Haar. Sprintduel tussen Van der Haar en Van Utrecht. Van Utrecht had een voorsprong, maar is die duidelijk kwijt. Tuuteru. En achterin bij de tweede paal voorlopig nog even niemand. Bosgaard ook niet. Derksen trok naar de eerste paal, maar bij de tweede was niemand om het werk van Tuuteru af te maken. Boekweg. Slot. En Tuuteru. Zwolle maakt een betere indruk dan Cambuur Leeuwarden. Tuuteru. Goed, Van Steeg, Tuuteru, door, Tuuteru voor de 1-0. Nee. Want Zwolle krijgt de kansjes. Zwolle speelt beter. Speelt directer, speelt frissender, speelt verrassender. En dus was een 1-0 voorsprong voor Zwolle. Op dit moment in ieder geval niet onverdiend geweest. De Schet Kruis, de trainer van Cambuur Leeuwarden, kan over de beginfase van de wedstrijd. We zijn al meer dan een kwartier bezig. Zeker niet tevreden zijn. Van der Heijden, Alfle. Geert-Jelle de Vries. Nelissen. En naar Van Utrecht. De Roo krijgt die bal niet. Schol kan de bal wegkoppen. Maar eindelijk was Cambuur dus een keer in de 16 van Zwolle. Schol. Van Steeg, goed gespeeld. Bosgaard. Alleen Derksen mee voorin. Derksen. Slot. Schot van Arne Slot. En gepakt door Wim de Rom. Abma naar Goudmijn. Kan een actie maken. Hij kan naar binnen komen en hem dan voor zijn rechter nemen. Dit is Nelissen. Goed gespeeld. Goed voor Abma. Goudmijn komt net niet. Tijdens de bal. Wijnand staat ertussen. Het schot van de Roo gaat naast. Dat was in ieder geval een aanval dat ergens op leek. En de Zwolle-trainer Dwight Lodewegers. We zien in het begin van de wedstrijd, hoewel begin, we zijn al over de helft van de eerste helft, zijn ploeg beter zijn dan de tegenstander. Boekweg, Lossen, ondanks de sliding van Alfle en het blok van Scharrenburg nog steeds Lossen. Die kan van afstand uithalen. Heeft het wel eens beter gedaan. Maar ging toch een paar spelers van Cambuur voorbij. Dit is Raymond de Waard. Hij zal in de tweede helft spelen bij Cambuur Leeuwarden. Sander van der Heijden keert niet terug. De Waard linksbuiten, van Utrecht rechtsbuiten. En Kenneth Goudmijn zal achter spits Robin Nelissen spelen. Lossen, opgejaagd door Alfle. Ik denk dat Gert Kruijs een behoorlijke donderspeech heeft gehouden in de rust. Want Cambuur begint aanmerkelijk feller dan ze de eerste 45 minuten hebben gespeeld. De Waard met Wijnands. Wijnands is een sterke verdediger. De Waard kan door. En daar Goudmijn. Ja, als hij zo lang was geweest als Nelissen, dan had hij die bal kunnen raken. Van Steeg. Wijnands. Derksen, want die bal valt over Burhalter heen. Dirk-Jan Derksen, alleen daar Geert-Jelle de Vries. En dat is een strafschop. Toch slim versierd van Dirk-Jan Derksen in de
51ste minuut. En daar is hij zelf ook aardig tevreden over. Hij draaide mooi weg bij Greg Berhalter. En toen moest Geert-Jelle de Vries het oplossen. Dirksen draait zichzelf goed tussen bal en tegenstander. En als de tegenstander dan wat raakt, ja, dan is het aanvallen. Berhalter moest hem laten gaan. Geert-Jelle de Vries maakte de overtreding. Cambuur Leeuwarden begon de tweede helft stukken fanatieker dan de eerste. En toch komen ze meteen achter door de benutte strafschop van Klaus Boekweg. 52e minuut, Zwolle op voorsprong. Niet de eerste strafschop van dit seizoen die de rond tegen krijgt. Ook nu weer pakt hij de goede hoek, maar goed ingeschoten door Boekweg. De Waard. Ja, Bosgaard doet dat goed op het moment dat De Waard richting Wijnands trekt. Dus Bosgaard de tweede man. Boekweg. Toerteer. Weer langs Scharrenburg. Dirksen en overgekopt. Actie van Toerteer over links. En de kopkans voor Dirksen. Bal was eigenlijk te hoog, zodat hij hem niet op zijn voorhoofd kon krijgen om hem richting mee te geven. De bal komt niet over Toerteer heen. Weerschool, slot. Dirksen, randje buitenspel. Geen buitenspel beoordeeld. Dirk-Jan Dirksen weg. Bosgaard komt nu op in het midden. Bosgaard, dat is iets te scherp gespeeld, maar toch heeft Bosgaard die bal. Even uit balans gebracht wellicht door de Ron en zeker door het gladde veld. Dat is toch een gevaarlijke counter weer van FC Zwolle. Rook. De Vries. Nelissen. Nelissen naar binnen. Boekweg in de achtervolging. Timmer op zijn linkerbeen. Rook komt er dan niet aan. De rol. Dat is het druk. En zo kom je niet langs Van Steeg met zijn lange benen. Verkoop er nog maar één, scanderen de Cambuur supporters. Dat gaat richting het bestuur, omdat afgelopen vrijdag Elsinga heel snel werd verkocht. En de bestuurder het met name in de tweede helft moet ontgelden bij de supporters van Cambuur. Scharrenburg. Boekweg. En de afvallende bal is voor Michel Roo. En het schot ging recht op Timmer af. Hij was hard genoeg. De pegel van Michel Roo. Goudmijn. Waar school weg lijkt. Boekweg. Houdt net op tijd in. Goudmijn, korte hoek. Ja, want Timmer ging al een stap maken omdat hij een voorzet verwachtte. Dat zag Goudmijn. Maar Timmer kon net op tijd herstellen. Goudmijn daar langs Boekweg. Timmer loopt naar binnen. Dan is die korte hoek open. En Timmer net op tijd terug. Omdat Goudmijn het ook had gezien. De Roo. Van Steeg komt alweer aangerend. Man, Rook, De Roo en mooi weggedraaid door De Waard. Nu de scherpe voorzet, daar komt Nelissen, daar valt wat en ja, vindt er maar de juiste woorden voor. Bal nog één keer naar voren. Schol. Deze bal is voor De Waard. Man. Wijnands zet het blok en daar loopt Man tegenaan. En dan is het afgelopen. En schakelt FC Zwolle Cambuur Leeuwarden uit in de strijd om de Amstel Cup. Zwolle heeft een naam hoog te houden wat dat betreft. Vorig jaar schakelde het Willem II uit in Tilburg. Nu Cambuur Leeuwarden in de hoofdstad van Friesland. En het is een terechte overwinning bovendien voor FC Zwolle. Dwight Lodewegers, hij dus een ronde verder in de Amstel Cup. Gert Kruis met zijn Cambuur Leeuwarden. Zij kunnen zich volledig gaan richten op de...